De dag is tot dusver heel erg goed bevallen. Ik denk dat we op zich een mooie mix van sprekers tot dusver hebben gehad. En die mooi en interessante perspectief op de warmtesector geven. Ik vond dat Bert de Vries een hele mooie aftrap deed op een hele charmante manier. En dat hij goed uitlegde hoe hij tegen het warmtedossier aankijkt. Daarmee vind ik ook dat je ziet dat warmte steeds belangrijker begint te worden. Als ook de DG van Economische Zaken hier nu is. Vergelijk met een aantal jaren geleden is dat denk ik echt een stap in de goede richting wat mij betreft. Ik denk dat we van warmte, dat het al een succesvolle pijler is in de energiemix in Nederland. Zeker in grote steden waar al een forse groei op dit moment plaatsvindt van warmtenetten. Ik denk dat we dat nog meer kunnen maken door gewoon simpelweg te zeggen dat we niet meer willen verwarmen met gas. Het domste wat we nu doen in Nederland, en dat is eigenlijk best bizar als je erover nadenkt, is dat wij het mooie gas dat we hebben in Groningen verjubelen door er 70 graden lauw water van te maken. Terwijl je dat eigenlijk moet verbranden op 1200, 1300 graden om er veel meer energie uit te kunnen halen. Dus eigenlijk zijn we best wel een beetje dom bezig, als ik het zo mag zeggen. En dat kan slimmer, want tegelijkertijd gooien we in restwarmte in de industrie, zoals in de haven in Rotterdam, vele miljarden kubus aardgas gewoon weg. Nou, zeker met de problematiek in Groningen, aardbevingen, afhankelijkheid straks van Rusland bijvoorbeeld, andere landen, denk ik dat we die strategische gasvoorraad veel beter kunnen gebruiken dan we nu doen. Nou, ik denk in grote steden dat er dus veel warmte is, naast elektriciteit. Dus dat het eigenlijk in Nederland een mix van warmte en elektriciteit in de steden is. En elektriciteit in de rurale gebieden, dus in de buitengebieden van Nederland. Dat we daar veel met zonnepanelen, warmtepompen werken. Die in grote steden veel minder makkelijk inpasbaar zijn, gewoon fysiek in de ruimte. Je hebt daar niet zoveel mogelijkheden om heel veel zon neer te leggen. Of om warmtepompen overal maar neer te zetten. We leven daar al dicht op elkaar en daar is warmtenet een hele goede uitkomst voor.